We hebben even pauze genomen hier in een pub. Hey. En om ons heen zitten mensen echt te tanken voor het leven. Ik weet niet waarom, het is zondagmiddag 2 uur. Ik vind vooral deze hutjes heel mooi. Dat geeft wel aan dat het hier eigenlijk 9% van de tijd regent. Oh, ik vind een stedentrip altijd echt heel leuk, maar het is zo intensief. Vandaag ook 20.000 stappen gezet. Leeg en opgeruimd, want ik kan je vertellen, het wordt een bende, hè, met een baby. Nou, ook zonder baby, met jou erbij. Ach, hou je mond, hou je mond. Nou, we zitten weer. We hebben echt mooi uitzicht. Echt top. Echt goede plekken geregeld. Nee, 2 boterhammen pindakaas alsjeblieft. Ja. Nieuwe week, een nieuwe video, nog steeds vanuit Londen. We gaan weer lekker op pad vandaag, het is zondagochtend. En we hebben de wagen niet bij ons, dat voelt echt een stuk vrijer. Lola zit lekker in de draagzak. En nu kunnen we dus gewoon makkelijk met de metro, want we gaan nu naar Notting Hill. En dat is een half uurtje met de metro. Ja, nou, dat dit is nu 10 minuten lopen en nog 2 keer overstappen, dus dat is totaal een half uur. Ja. En de zon schijnt zo waar. Gisteren was het best wel grijs, maar... Ik heb mijn zonnebril in mijn zak. Toch. Echt, ging ook nog gebruiken. Ja. Zou leuk zijn. We hebben nu een kaartje gekocht voor de metro. Dat is dan 28 pond voor de hele dag met z'n tweeën. Dat is dus iets meer in pond. Oh, deze kan lekker uit worden. In euro's. Maar dan kun je dus wel onbeperkt reizen. En Loa is gratis. Dus dat scheelt weer. Maar ik las ook iets over zo'n Oysterkaart. Een soort OV-kaart. Ja, dat kan ook. Hè? En je kan hier ook met je bankpas inchecken. Maar we hebben eigenlijk niet echt uitgezocht of dat dan duurder is of iets. Dus we dachten, nou, we kopen wel gewoon even zo'n kaartje. Maar er zijn dus meerdere mogelijkheden. Ja. Aangekomen in Notting Hill met de bekende witte huizen hier. We hebben net even een kleine drinkstop gedaan in een parkje. En nu wordt er lekker geslapen. Ik vind het wel echt een leuke wijk. Ja, hè? Ja, man. Dat zo was leuk gisteren, maar ik vind het ook leuk. Ja, echt heel veel. Dus, waar iedereen in de rij staat, iets van Notting Hill. Van lang geleden film. Ik die film gezien heb. Ja, ik kan het me niet herinneren, maar deze deur. Die scène dat hij dan die deur open doet, zodat er allemaal pers voor de deur staat, dat hij met haar of bij haar de deur open doet, of zij bij hem. Ik weet het even niet zo goed, maar dat is wel een goede ding. Moet hem denk ik maar weer eens kijken dan, die film. Ja, allemaal van dit soort kleine schattige straatjes en echt veel bakkerij. Zelfs de Starbucks ziet er hier heel traditioneel uit. Ja, echt leuk. En al die gekleurde huizen daar. Oké, ik vind dat oversteken nog steeds best wel lastig. In Australië raakt je eraan gewend natuurlijk na een aantal weken. Maar hier, dat je dan de andere kant weer op moet kijken, is even wennen. Dit is dus een hele bekende straat hier in deze wijk. En iedereen is hier ook foto's aan het maken. Dat snap ik, want het is ook heel mooi. Maar ik kan me voorstellen als je hier woont dat je er helemaal gek van wordt. En hier aan de overkant hebben ze dan ook zo'n lint gespannen van niet op ons trapje gaan zitten. Dus dat doen we dan natuurlijk ook maar niet bij dat huis. Maar wel bij een andere. Wel bij een andere, net als zij. Nou, die paars is mooi. Of die roze, sorry. Met je paars, kleurenblind. Nee, dat is paars. Ja, het is een felle zon. Ja, het is allemaal lastig te zien, schatjes. Ja. Oké. Camden Town. En daar hebben we Camden Market. Dus daar gaan we nu eens even kijken of we wat kunnen lunchen en rustig kunnen zitten. Dat laatste denk ik niet.
Maar Loa moet natuurlijk wel echt even uit die draagzak. Ik hoor je niet. Nou, dat Loa zo wel even uit de draagzak moet. Ja, het is gewoon een luier ook, denk ik. Ja, het is echt weer giga druk hier. Wow, wow, wow. We hebben even pauze genomen hier in een pub. En om ons heen zitten mensen echt te tanken voor het leven. Ik weet niet waarom, het is zondagmiddag 2 uur. Ik zit gewoon lekker aan mijn gingerbeer. Josje is wel een biertje, maar die is niet aan het tanken. Maar we merken echt, Josje heeft Loa de hele dag in de draagzak. En dat ze wel echt een stuk vrolijk is. Ze heeft helemaal niet gehuild. Ze is gewoon lekker aan het kletsen. Ja, kletsen! Dus de draagzak? Ja, ik denk... Nou, beide. Ik denk dat ze het fijn vindt om tegen jou aan te zitten, maar ook dat ze gewoon lekker alles kan zien. Dus we zeiden dat tegen elkaar van na Londen, dan gaan we er dus in het ziekenhuis zitten. Maar nu vond ik het wel fijn om nog even die wagen mee te hebben, zodat ze wel zo van een balkonnetje had om overdag dan in te slapen. Maar het mee kunnen kijken wordt steeds belangrijker voor haar. Dus, ja. Gaan we zo nog verder in de draagzak? Ja, rechtop, ja. Ik wil nog even over. Ja? Nou, we waren dus net in Notting Hill. En daar was het heel gemoedelijk. Het voelde een beetje Amsterdam Zuid, weet je wel. Ieder hoekje leuk koffietentje, bakkerijtjes, all over the place. En we zijn er nu in Camden Town. Dat is toch wel anders. Ja, het voelt gewoon beetje, heel druk en heel toeristisch met alleen maar van die toeristentroepwinkels. Maar ja, misschien hebben we nog niet alles gezien, maar... Ja, maar dit voelt echt maar Engels, zeg maar. Weet je, die arbeiderswijkjes. Ja, we gaan zo even kijken of er nog meer leuk heeft ook wel zijn charme, hoor. Daar. Ja, ja. Oh, ja, vind je dat ook leuk? Die lagen net 2 burgers en friet. En die zijn nu allemaal weg. Ja, we hadden zo'n honger, niet normaal. Maar dit is dus wel echt een leuk stukje van Camden Market. Ik vind vooral deze hutjes heel mooi. Dat geeft wel aan dat het hier eigenlijk 90% van de tijd regent. En dat je alsnog binnen kan eten. Maar ik vind het wel gezellig. Gaat ze ook nog even daar links? Ja. Leek wel een soort van, ik heb net gekeken. Een soort wintersport. Iedereen buiten, drinken. Je mist alleen de snollebolletjes. Maar goed, daar kunnen wij verandering in brengen. We gaan daar even kijken. Nou, wintersport vind ik het niet echt. Maar de chaos snap ik inderdaad wel. Oké, zullen we hier weer weg? En hier weer allemaal winkeltjes. Wow, wow, wow. Het is echt, houd niet op al die paardjes en gangetjes. Ja, wel gezellig hoor. Ik denk dat zondagmiddag gewoon niet de allerbeste moment om hier te zijn. Oh wow, kijk daar met al die parapluutjes. Kijk, er staat ook nog een stukje historie mee. Dit waren dus vroeger de stallen. We waren om 6:30 weer terug op de kamer. Het is nu 9:00 en we hebben net bijna 1,5 uur erover gedaan om onze stories online te zetten. Ja, dat is gewoon iets wat we natuurlijk altijd nog doen 's avonds. Maar nu met Loa erbij is dat gewoon altijd wel pittig. Omdat ze werd nu bijvoorbeeld 2 keer wakker tussendoor. Dan moet ik haar even gaan troosten. Nou ja, we wachten sowieso altijd tot ze slaapt voordat we dat erop kunnen zetten. Joost edit dan nog wat foto's die we erbij doen. Dus dat is altijd gewoon even wat werk wat jullie natuurlijk normaal niet zien. Maar wat we wel af en toe goed vinden om te benoemen dat we dat dus nog wel doen. We vinden dat super leuk en we vinden het ook gewoon heel leuk om een mooi verslagje van de dag te maken. Dus dan hoort dat erbij. Ik zit nu in een badjas, maar ik heb dus nog niet gedoucht. Of althans, ik wil lekker in bad even lekker ontspannen. Joost gaat nu douchen. Die had echt last van zijn schouders van de hele dag met die draagzak. Wat ik ook echt wel begrijp. Want Loa is dus, nou ik denk nu 6,5 kilo of zo. Dat de hele dag aan je schouders. Hij moet trainen, maar dat is wel weer een ander soort training. Dus die gaat ook even lekker zijn schouders warm maken in badje. En dan gaan wij slapen. Want oh, ik vind een stedentrip altijd echt heel leuk, maar het is zo intensief. Vandaag ook 20.000 stappen gezet.
je voeten helemaal tintelen en oh, tintelen. Ik ga er helemaal plat van praten. Goed, morgen gaan we met Loa zwemmen voor de eerste keer. Superleuk. Er is een zwembad hier bij het hotel. Er mogen ook kindjes in, dus we hebben een opblaasband meegenomen. En dan gaat ze voor de allereerste keer met ons zwemmen, dus daar heb ik heel veel zin in. Maar eerst hopen op een goede nacht. Want ja, dat merk ik ook wel. Loa zit dus nu in dat vierde sprongetje. Die slaapregressie, dat gaat thuis al niet zo goed. En dan ben je ook nog op een andere plek met 1000 miljoen prikkels op zo'n dag. Ja, dan is ze echt niet de allermakkelijkste. Maar ja, dat vind ik ook logisch. En is ook een soort van onze eigen schuld. Want ja, wij nemen ermee naar een andere plek. En wat verwacht je dan van een baby? Maar op zich doet ze het hartstikke goed. En ze drinkt gewoon wat meer 's nachts. Maar ze is ook weer heel snel in slaap. Dus we mogen absoluut niet klagen. Maar ik wil wel gewoon ook even een eerlijk beeld geven. Van dat het echt niet allemaal super makkelijk gaat dan. En dus dat. Nou goed, ik ga nu echt in bad. Want ik ben echt heel, heel moe. Tot morgen. Goedemorgen. Ik hoop dat je me kan verstaan. Het gaat een beetje. Maar we zijn aan het zwemmen. Kijk eens. Tada! Nou, volgens mij vindt het wel wat. Ik moet zeggen, ik vind het water vrij fris, maar haar weer te niet. Of fris. Er staat zo'n bordje dat het 30 graden is, dus ik geloof het wel. Maar ja, het vindt het helemaal op einde. Ze zit de hele band op te eten en te kijken naar de lichtjes en alles. Die komt eraan. Ja, het is grappig om te zien. Echt leuk. Dit moeten we in Nederland ook gaan doen. Hoor. Ja, dat vindt ze helemaal het einde. En wij dan ook, hè, als zij dat vindt. Echt een groot succes, maar wel heel vermoeiend. Dus dan wordt nu lekker heen gaan slapen. Mijn twee reismaten zijn weer wakker. Althans, is Loa wakker? Nee. Dan eentje in ieder geval. Wij zitten hier even lekker met een vegan pastel de nata en cappuccino. Bij het station vlakbij Harrods, want daar wilden we even naartoe. Ja. En we waren net bij Downing Street 10 en we dachten eigenlijk dat we daar dichterbij zouden kunnen komen, maar er is gewoon een heel groot hek omheen. Dus dat is niet heel veel te zien. Ja, op zich, dat kan je ook aan zien. Maar ik weet, in Nederland kan je natuurlijk ook niet heel dichtbij alles komen. Nee, dat nou ja, je kan bij de Tweede Kamer kan je wel, die hebben laatst nog gelopen, kan je omheen. Maar dat is hier bij Westminster. Ja. Ja, je hoort het, hè? Ik zit er helemaal in, jongen. Ik noem iets en ik weet precies waar het is, waarom het is. Oh, heb jij je even geïnteresseerd in al... Oké, nou vertel dan nog eens wat. Nou, dit is... Dus... Nee, over de Engelse geschiedenis. Dit is iets Portugees. Nou, ik kwam gisteren achter dat het metrostation is het oudste van de wereld hier. Nou, dat zie je ook, het is fucking klein. Echt niet oud. Met de kinderwagen. Dus gelukkig hebben wij die niet bij ons. En dat je hier echt onwijs veel restaurants hebt. We zeiden gisteren tegen elkaar, dat kan ik wel vertellen. Mm-hmm. We hadden best wel wat tips gekregen van oh, je moet daar eten. Maar ik zou je niet te veel laten leiden hier als je hier naartoe gaat waar je moet eten. Want je kan eigenlijk, we zitten overal op zulke leuke restaurants. Ja. Gewoon netjes, sfeervol. Ik heb het gevoel dat je niet heel vaak fout kan zitten. Nee. Gisteren zaten we dan misschien een beetje fout. Goed verhaal. Maar goed. Nee, maar... Ja, ik zou het geluk hebben. Maar het is echt... Over het algemeen zijn er echt veel leuke dingen. Ja. Het is echt een wereldstad à la... Nou ja, een beetje Sydney, Auckland,
absoluut. Ik vind het helemaal niet vies of zo. Ik had het veel viezer verwacht. Amsterdam is misschien nog viezer. Ja. Het is hier ook maandag bij Amsterdam. Ja. Moet je wel kans geven. Goed, we gaan dit opdrinken en dan wat naar Herbert. Zou het bij ons al opgehaald zijn, de vuilnis? Nou, weet ik niet. In, staken. In Utrecht gingen ze staken. Heel de week, alles vol met... Ja, het is wel lekker. Ja. We gaan lunchen hier bij Sketch. Dus we gaan eens even kijken of er plek is. Yes, er was plek. En iedereen zegt dat je hier naar de wc moet, dus dat ga ik eens even doen. Nou, ik ben net geweest, maar echt ook die andere ruimte. Echt een soort, een film of zo. Echt sick, ja echt. Eieren. Maar ik neem deze. Ja, echt heel tof. Kijk, en dit is naar die andere zaal. Ook echt heel bijzonder. Wel helemaal anders dan die andere. Maar het schijnt dus ook dat iedere zaal hier een thema heeft. Want aan de andere kant heb je dan weer zo'n soort van jungle thema. Ook heel mooi. En de zaal waar wij zitten, ziet er zo uit. Hé, hey, en het eten is er al. En er wordt nog steeds geslapen. Vet, hè? Ja. Ja, bijkomen moet ik. Bijkomen. Ja, heb ik er niet gedacht dat ik dat zo alles zou zien hier. Nee, dat is wel tof. Maar dit ziet er goed uit ook. Ja. Het is inmiddels 5 uur. We hebben heel wat stappen door de stad gezet. We zijn onder andere bij de kinderspeelgoedwinkel geweest. En daar hebben we als herinnering aan deze trip hebben we voor het Loa deze gekocht. Hoe leuk. Maar we zijn nu bij de Tower Bridge. Kijk, wacht even, ik moet even dit weer opruimen. Zo. Kijk. Tada! Dit is de laatste hotspot voor vandaag. Het is echt een mega ding. Veel groter dan gedacht, hè? Ja. Veel hoger. Je kan ook daar bovenop, heb ik iets gelezen. Echt? Ja, kun je oplopen. Ja, echt heel tof. Oh ja. En ik weet dus nog, toen ik met HAVO 4 zijn we op werkweek geweest. En toen hebben we een rondleiding gehad door dit... Dit fort. Dus Joost zei net, kun je daar dan iets over vertellen? Nou, wat denk je zelf? Wat denk je zelf? Nee. We gaan even een mooie foto maken en dan zit Londen er alweer bijna op. Ja. Goedemorgen, dinsdagochtend en de dag dat we weer naar huis gaan. We hebben alle spullen ingepakt. Hier is het weer helemaal een soort van leeg en opgeruimd, want ik kan je vertellen, het wordt een bende, hè, met een baby. Nou, ook zonder baby, met jou erbij. Ach, hou je mond. Nou, hier gaan de laatste dingetjes zo in de tas en in de koffer. We hebben de trein om 11 uur. Ja. 11 uur, zeg maar, lokale tijd hier. Dan zijn we om, als het goed is, om 4:15 weer op Utrecht Vaartserijn, dus bij het station bij ons om de hoek. En er zit dus ook een uurtje tijdsverschil bij, dus ja, het is wel weer een lange reisdag, maar hebben we er zin in? Hebben we er zin in? Oh, niet? Ik denk het niet. Eerst nog even drinken. We zitten weer in de taxi. Echt heel makkelijk zo met die wagen. Ik vind het echt oké.
In Nederland ook. Ja. Nou, ik vind het sowieso mooi, al die taxis hier. Het zijn echt mooie taxis. Ja, allemaal elektrisch. Allemaal elektrisch. Ja. Je kan gewoon pinnen, je kan gewoon. Ja. Ik weet niet. Ik had gedacht dat het van die oude vieze taxis. Ja, dat is heel ouderwets zo. Dat zie je op tv altijd, maar het lijken oude auto's, maar ze zijn echt hypermodern. Ja. We zijn inmiddels aangekomen op het station hier in Londen en de security pasportcontroles zijn allemaal gewoon super snel. Het is echt heel druk, zo'n vliegveldgevoel krijg je hier. Dus Joost heeft net even nog de laatste muntjes opgemaakt. We hebben hier natuurlijk ponden, dus dan die laatste paar ponden moet je even opmaken. Loa is ook weer wakker en heeft in de taxi geslapen. En ik wil jullie even vertellen over BookBeat. Ik heb nu ongeveer een half jaar een abonnement op BookBeat. En ik gebruik het heel vaak tijdens het huishouden, het bed opmaken, dat soort dingen allemaal tijdens een wandeling. En ik heb het op de heenweg hier naartoe heb ik het gebruikt in de trein. Dat vond ik ook heel fijn, dat je gewoon echt even lekker die oortjes in kan doen, afsluiten. En je zit dan niet, als je een boek luistert, dan zit je alsnog een beetje met al die, of lees bedoel ik. Lekker. Dan zit je alsnog met al die geluiden om je heen en dat vind ik dus zo fijn aan het luisteren van een boek. Dan zit je er voor je gevoel veel meer in ofzo. En ik zal je even laten zien wat ik dan nu luister. Dat is het boek van Francis van Broekhuizen. En ik vind haar sowieso gewoon echt altijd een heel grappig en leuk persoon op tv. Gewoon zo lekker hysterisch. En dat komt in het boek ook gewoon weer terug, haar persoonlijkheid. En dat vind ik gewoon leuk om te luisteren. En ik mag dus een kortingscode met jullie delen. Die zal ik even hier in beeld zetten. Zodat je 45 dagen kunt luisteren in plaats van 30 dagen. De proefperiode dus. Dus dan kun je 45 dagen alle boeken uitproberen die in de app staan. Dat zijn er echt duizenden. Dus dat is echt heel fijn. En... ik ga dus zometeen, als het lukt, ga ik dus weer, dat is altijd de vraag, ga ik dus weer gewoon lekker verder met mijn luisterboekje. En dan gaan we lekker naar huis, een loodje. Kijk, hier heb je de app. En omdat we dus zometeen de tunnel ingaan, dan zet ik deze dan even offline. Zodat hij het gewoon de hele tijd doet, dat is ook wel fijn. Nou ja, en eventjes hier bij inspiratie kun je dan van alles, ik weet niet hoeveel boeken, maar echt duizenden boeken staan erop. Ieder wat wil. Het is echt een hele fijne app en het werkt gewoon heel makkelijk. Categorieën. Oké, ik kan echt. Nou, noem iets op en je kan het vinden. Lo heeft al 2 keer geslapen. Het is 10:30. Normaal begint ze rond deze tijd pas aan de eerste slaapje. Maar ze begon vandaag om hoe laat was het? 7:45 of zo. Iets later. 8:30 aan de eerste slaapje. Het was 6:30 wakker, hè? Ja, en gisteravond had ze gewoon echt veel te kort geslapen. Dus normaal gaat ze altijd zeg maar rond 7 uur naar bed. En gisteren was het denk ik 9:30 voordat ze een keer sliep. Dus ze miste gewoon een deeltje van de nacht. Maar goed, dat haalt ze dus dan wel weer gelukkig in. Dus dat is fijn. Heb je er zin in om naar huis te gaan? Gaan we naar Pip? Gaan we naar Pip? Ja! Ja! Nou, we zitten weer. We hebben echt mooi uitzicht. Echt top. Echt goede plekken geregeld. Jongen. Waarom zitten we niet daar? Oh. Weet ik ook niet. Oh. Nee, gelukkig hebben we wat lekkers te eten. Nou. Back in Utrecht. Het is nu 16:45, dus dat klopt er precies volgens schema. Alles staat mee, alle aansluitingen. Ja, ik moet zeggen, met de reis met de trein wel relaxed, maar je bent wel gaar weer, gewoon de hele tijd achteruit. Ja, dat was jammer, hè? Ja. En als loodje dan een beetje gaat lopen blaren en dan denk je, oh, stil nou. Ja. Dus ik ben wel redelijk gaar. Ik ook. Maar ik ben blij, jij ook, tegen Joost, dat we weer in ons dorpje terug zijn. Want zo voelt Utrecht echt na de stad als Londen. Nou, hè? Zo groot daar. En nu moeten we nog even kijken wat we gaan eten, maar dat gaan we denk ik niet te moeilijk doen. Ja, maar ook wel een beetje iets voedzaams. Ja, maar dat kan ook makkelijk. Ja, een groenteschoteltje uit de oven of zo, een beetje. Want dat is nu wel even klaar, al dat gesnetje. Ja. Godverdorie. Oh, hier oversteken. Oh. Wat was je aan het doen? En je head first zo eraf? Ja, nu wil alles tegelijk, hè? We gaan maar even vertellen dat we weer thuis zijn. We zijn er weer en we hebben heel goed geslapen. Loa ging om
7 uur naar bed en die was vanochtend om 9 uur weer wakker. We hebben tussendoor wel gewoon 3-4 keer gevoed, maar nou, dat was heel kort, hè? En wij gingen om 10 uur slapen en dus ook om 9 uur wakker. Dus dat was echt hard nodig. Nu zitten wij, althans ik, nog in pyjama. We hebben net even wat werkdingen gedaan die vandaag af moesten. En gisteravond was er dus, eigenlijk al toen wij weggingen voor Londen, toen was er dus de hele tijd hier thuis een piepje van zo'n brandalarm. Van zo'n brandalarm batterijtje, weet je wel. Dus Joost heel het huis op zijn kop van, nou, waar komt het nou vandaan? Kijk, hier liggen dus alle alarmen, koolstofmonoxide, brandalarmen, alles gecheckt. En die zijn er dus allemaal niet. En steeds als we hier beneden zijn, dan blijven we dat piepje horen. Dus wat kan dat nou zijn? Weet jij het? Nee, hè? En nu zitten we te wachten op de, ja, wat is dat? Voor timmerman, klusjesman. Die even de kozijnen gaat kitten, want we hebben toen laten zien dat de kozijnen zo lekten. Dus we hadden dit opgegeven bij de VVE van, onze kozijnen zijn lek, kunnen jullie er wat aan doen? Kan jij heel even een verhaal maken? Ja! En van, kunnen jullie daar dan iets aan doen? Nou, en toen zeiden ze, we gaan iemand langsturen die dat even gaat beoordelen. En nou ja, die man kwam vorige week en die zei meteen, ja, ik zie het al, die kozijnen zijn gewoon heel slecht gezet. En er zit veel te veel ruimte tussen de muur. Het heeft een capillaire werking. Ja, zoiets. Als het dan regent, dan zitten er gewoon kiertjes. Ja, en dan gaat het water stromen en dan wordt het van kwaad tot erger. Maar hij zei, dat is heel makkelijk op te lossen met een beetje kit. Dus hij heeft nu zijn laddertje mee en dan gaat hij dat zo oplossen. Dus dan hebben we geen gedoe meer met de kozijnen. Maar ik dacht, ik vertel dat even, want wij kregen toen heel veel reacties van, oh, ik heb dat ook. En weten jullie wat dat dan is? Nou ja, laat dus even je kozijnen checken en dan kun je het gewoon dicht laten kitten. Goed nieuws, dubbel goed nieuws. Ik ben achter het piepje. Ik was dus net met de aannemer, timmerman, ik weet niet wat voor man het eigenlijk is, om die kozijnen te doen, want het moest dan via de benedenbuurvrouw. Ik moest hem helpen met zijn laddertje. Nou, loop ik beneden bij de onderbuurvrouw. Piep! Piep! Ik zeg tegen Buffy, ik zeg, joh, dus in het Engels is your fire alarm not working. Dus zij zegt, nee, ja, die moet ik even batterij vervangen. Ik zeg, ja, ik zou het maar doen, want zelfs ik hoor het. Ze zegt, oh, sorry. Maar goed. Ja, maar dan denk ik, het was toch al... Ja, toen wij naar Londen gingen was het al, dus dat was vrijdag. Ja, dan denk ik... Nu woensdag. Je hoort iedere 10 minuten of 5 minuten hoor je zo... Ja, en zeker daar dan, hè, zeg maar. Ja, echt. Als wij het al horen. Nou, waarschijnlijk zijn die mensen anders gewend. Ja. Maar de ramen zijn dus gedaan, helemaal. Ja, fijn. De capillerende werking is eruit. Jee. Maar het was wel leuk ook om ons huis even zo... Van de andere kant. Vanaf heen. Beneden zo naar boven te zien. Ja, en ook even zo, ja, echt een mooi huis erbij. Echt van die 3 mooie vrienden met een dakterras erboven. Ja, echt mooi. Oké, maar ik moet haar nemen, want jij gaat naar... Ja, ik ga even naar de paarden. De horse with no name. En dan... De horse with no name. En dan ga jij straks naar de padel. Zullen we een keer proberen om een keer niet het woord padel in een vlog te noemen? Want ik denk dat het echt... Ja, moet ik dan zeggen. Nee, maar dan ik zeg het niet vaak, jij zegt het vaak. Ja, maar het is toch gewoon zoals het is? Oh, dat moet niet erg. Goedemorgen, donderdagochtend. Ik dacht, ik bouw even die... Oh, wacht even. Dat is lastig met één handje, hè? Ik dacht, ik bouw even die stokkenstoel. Bouw ik even om naar het zitje. Kijk, dat is dan deze. Er zit nog een glas achter. Kijk, dat is dan deze. Maar dat ging helemaal niet zo eenvoudig. Want blijkbaar moet... Dus dit plankje moet iets naar achter. Nou ja, en dan dacht ik, dan kunnen we een beetje afwisselen met dat newborn zitje. Want ze wil gewoon graag rechtop zitten. Kijk, we hebben van die kussentjes voor erin. En dan dacht ik, kunnen we dus een beetje wisselen. Want ze mag natuurlijk nog niet te lang zitten. Maar ja, dan heeft ze wel eens een beetje dat af en toe rechtop. Zo. Maar goed, dat ging dus helemaal niet. Joost zei, ik moet snel nu opschieten, want ik moet naar personal training. Dus we moeten dat gewoon straks even doen. Sorry, ik loop heel erg te klooien met dit. Ja, hij moet even scherp stellen. Dus nee, dat ging helemaal niet zoals we wilden. Maar goed. Vandaag, wat gaan we vandaag doen? Ja, Joost is zo personal training. En ik heb verder niet heel veel op de planning. Even alle wassen doen van Londen. En dan gaan we vanavond bij Joost's ouders eten.
Die hebben ons alweer bijna 2 weken niet gezien. Dus daar gaan we eten en ja, verder gaan we het wel zien, hè? Wat de dag ons brengt, toch? Ja. Toch nog even snel voordat Joost naar de gym gaat, zei hij, ik pak even mijn schroevendraaier erbij om dit aan elkaar te maken. Zo ben maar het is nog steeds niet makkelijk, hè? Nou, je denkt het zijn 2 elementjes, klik je er zo op, maar... Is niet. Ja, is niet. Nou goed, we laten zo het eindresultaat zien. Ja, kijk. Nou, daar zit ze hoor. Oh ja, we zitten even te kijken hoe dat kussentje erin moet. Ja, dit is het. Zit het goed? Ja. Hé, hey, vind je dat wel wat? Ja, zoals je ziet, ze hangt anders nog wel te ver naar voren. Dus we moeten wel echt gewoon even erbij blijven. En niet te lang. Maar ik zie nu al dat je het heel leuk vindt. Hè? En hoe moet deze dan? Zo. Oh ja, die hebben we ook nog. Volgens mij gewoon over die... Hier overheen, toch? Helemaal? Ja, maar dat vind ik eng als zij erop zit. Doe ja, even okay, als maar... zij eraf is. Ja. Tadaa! Dan heeft ze ook gelijk om iets om op te leunen. Is dat wat? Wanneer gaan we eten? Ja. Wanneer gaan we eten? Doe mij maar 2 boterhammen met pindakaas. Wanneer gaan we eten? Nee. 2 boterhammen pindakaas, alstublieft. Ja. Kijk hem er zin in hebben. Ik loop helemaal met mijn winterjas en mijn band om mijn hoofd. Lekker gesport, of niet? Ja, zeker. Maar ik loop ook nog steeds dus zo, hè? Voor de schouders zo. Echt? Ja. Oh, nou, dat heb ik echt al tijden niet gedaan. Nee, maar dat moet je wel echt vaker doen. Ja, het is inderdaad wel goed. Ja, daardoor ga je schouders echt open, borst vooruit. Mochten jullie dat gemist hebben, dat was dus een tip van de bekkenvisio om rechtop te lopen. Ja, kijk, in plaats van dus zo, want dan ga je dus nou, best wel... Nou, film mij dan. Kijk, ik moet het ervoor. Want dan ben je best wel zo. Ja. Doe je zo. Doe even de overdreven variant. Hoppatee. Ja, het is echt perfect. Ja, toch? Ja. Oh, moppie toch. Kijk, Loa ligt lekker in de berenpak. Ligt ze in de wagen. Met... Oogje is nog steeds... Dat gaat echt een beetje met vlagen, dat oogje. Maar goed. Borstvoeding of melk erin heb ik echt al heel vaak geprobeerd. Lukt niet, kamillethee ook niet. Nou ja, het zal wel vanzelf een keer overgaan. Hebben we nog garantie? Nou, dat is normaal. Ik denk dat we de video bij deze gaan afsluiten, ja, want we hebben echt al veel laten zien deze week. Het is wel een gekke week, en, helemaal, ja, helemaal ik wou uit zeggen, mijn ritme door Londen. Wat is het cijfer van deze week, maar de week voelt nog niet af en nou ja, ik weet het niet. Dus ik heb even geen cijfer deze week. Ja, wel een ruim voldoende, wel echt een 8,5. Ja, zeker. Dat is leuk Londen, maar ik moet zeggen dat ik het ook wel, we zijn nu dus 2 dagen thuis. Het is ook wel echt even bijkomen en ik vind het fijn dat we die ruimte hebben om even bij te komen. Maar het is wel iets vermoeiender met een baby. Maar sowieso, maar ook al... Ja, stedentrip is sowieso vermoeiend. Citytrip is altijd moordend. Ik weet niet jammer, wat... want het is zo leuk. Maar het is zo slopend op een of andere manier. Al die prikkels en al die kilometers in je benen. Nou goed, tot volgende week. Kom nou, volgende week. We gaan vanavond naar de ouders. En dan gaan we dus de... Ja. Hoe heet dit? Het zitje? Zitje halen. Het zitje van deze. Ja, die ligt bij Joost's ouders omdat wij daar geen ruimte voor hadden. Dus dan... volgende week zien jullie Loa zittend en dat wordt een groot succes. Dat weet ik zeker. Doei!